We hebben onze minister. Ja. We hebben hem. De hele N-VA Hasselt-ploeg klinkt op het ministerschap van Steven van de Put. Dit is voor hen een dag om nooit te vergeten. Ook vader Leo van de Put en Kobe, de 9-jarige zoon van Steven, zijn erbij. Zij kregen het nieuws als eerste te horen. Toen was ik heel blij, omdat ik niet verwacht had dat hij minister werd en dat papa zei dat het een heel kleine kans was dat hij minister werd. Gisterenavond, toen wij naar Lotto Arena gingen, heeft Steven mij gebeld om 7:15. Hij heeft me gezegd, pa, ik ben erbij. Maar ik wist dus niet wat, wanneer. En om 1:15 deze nacht heeft het dus bevestigd dat die functie was toegezegd. Dus van minister van Defensie. Hij gaat daar zijn tijd in steken, hij gaat dat grondig doen. Ook voor de hele Hasseltse N-VA-afdeling is dit een bekroning. Ik kon het bijna niet geloven, want ik dacht, ja, Limburg wordt op alle gebied een klein beetje altijd achteruitgesteld. Het zal wel weer zo zijn. Dus blij ben ik niet geweest, dat was ik pas vanaf vanmiddag. Steven van de Put wordt dus de enige Limburgse minister in deze federale regering. Maar defensie als bevoegdheid, dat hadden ze hier niet verwacht. Dat zijn onderhandelingen en de puzzel valt zoals hij valt. Maar ik denk dat we daar zeker niet rouwig om moeten zijn. Steven is een dossiervreter, dus die gaat op zeer korte tijd zich wel eigen maken in dat thema en daar toch wel de nodige stappen kunnen zetten. Maar ik wil hem een goede raad geven, als ik dat mag tenminste als collega. Het is heel belangrijk dat hij ook hier in Hasselt toch nog regelmatig zijn gezicht laat zien en dat hij voelt dat er in Hasselt leeft. Maar Steven kennende zal hij dat zeker wel doen.